Ja, Hilda, dat was een gigantische verrassing vandaag, dat je opeens toch die medaille krijgt. Ja, dat was heel verrassend. Ik wist niet dat vandaag ga ik een medaille krijgen. En ja, ik ben heel blij, maar ook een beetje teleurgesteld dat ik heb niet echt de medaille gekregen in Barcelona. Dat was, zou heel mooi zijn, maar nu, ja, ik ben ook blij. Het is wel echt diezelfde medaille die je toen die dag had moeten krijgen. Want er zitten zelfs wat beschadigingen op van degene die hem ten onrechte had. Misschien zijn we kaskaren hier, maar ja, het is echt een medaille. Ja. Dat is een mooie verrassing, maar dat is aan zich niet de reden waarom wij hier zijn natuurlijk. Voorbereiding op komende zondag, de marathon. Wat is jouw doel komende zondag? Het doel van komende zondag om een goede marathon te lopen. En ik hoop dat ik kan PA te lopen. Ik heb hier in 2011 bij PA gelopen en ik hoop zondag dat ik voel heel goed en ik hoop dat ik kan heel goed lopen. Ja. Ik had het even opgeschreven wat jij vertelde over je eerste ervaring hier in Rotterdam. Ik moet het woord erbij pakken, want ik ben er niet bekend mee. Je vond het heel fijn om hier te zijn, want ze hadden zelfs ugali gemaakt. Wat is dat voor eten? Ugali is Keniaanse eten. En in 2011 heeft ugali gemaakt. En de dag van voor de wedstrijd waar ugali gegeten was heel lekker. En dat was fijn. Maar kijk, ja, is ook leuk, ja. Maar ik pasta en rijst is ook goed. Ja. Ja. Jij komt uit een echte lopersfamilie, hè? Want je hebt heel veel zussen die ook actief zijn. Een broer die ook loopt, dus het is met de paplepel ingegoten, zeggen wij dan. Ja, ik heb vijf zussen, ze lopen en ook één broer. En één van mijn zussen zit hier nu en zij gaat om zondag aanmoedigen. Dat is heel fijn. En ja, we zijn een sportieve familie. En dat is heel mooi. En we samen trainen en motivatie geven. En ja, dat is leuk. Heb jij voor zo'n race bepaalde gewoontes of misschien wel een bijgeloof voordat jij zo'n marathon gaat lopen? Ja, voordat jij een marathon loopt, doe je dan altijd dezelfde dingen? Heb je een soort ritueel of een bijgeloof? Ik moest misschien 's morgens lopen en ook water drinken, goed eten, slapen en alleen rust en kom zelf. Niet echt ritueel, niet echt. Ja. Jij bent ook, in tegenstelling tot de Nederlanders die we vandaag hebben gesproken, de Nederlandse mannen. Jij bent vandaag pas in Nederland geland. Waarom kies je voor die voorbereiding? Ik heb Kenia gekozen om te trainen, omdat de weer was heel fijn. En ook mijn coach zit ook in Kenia. So, ik heb met hem getraind de hele periode. En ja, ik heb de hele voorbereiding gedaan en nu is het klaar voor de wedstrijd. En ik heb gekozen om vandaag hier te komen. En je hebt veel vertrouwen vanwege een tijd die jij in Rome recent op de halve marathon hebt gelopen. Ja, ik heb in februari heel mooi halve marathon gelopen. En dat geeft echt vertrouwen voor dit marathon. En ik heb gezegd dat wij moeten gelukkig zijn van de weer. En ik denk de vorm is heel goed en de rest komt wel.